vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 28 januari 2024. En het is bijna nu 7:30 in de ochtend. Ik heb niet echt geslapen. Maar we gaan vandaag iets leuks doen. Dat gaan jullie zien. Deels, maar ook dit deels niet. Want... er zijn ook mensen die er niet op willen, maar dat komt allemaal goed. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze groep. Ja, kom. Doe dan dicht. Kom. Zo, het is hier donker. Het is hier een beetje donker. Yo, goedemorgen. Kun je een lampje aan doen? Ro, kun je even een lampje aan doen? Ja, een lampje even, ja. Hé, ik zie wat. Waar is jouw... Ja, joh, ik weet het. I know. Ga naar papa toe, Leed. Ga naar papa toe. Ga naar papa toe. Toe. Leed, ga naar papa toe. Ja, ga naar papa toe. Zo. Autofocus. Ja, papa, hè. Ja. Ja, joh. Hou je mond. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Doe maar, Leed. Doe dan. Ja. 1, 2. Doe dan. Ja, kom dan. Leed, ga naar papa toe. Oh, hier, Polly. Ja, lady, kom maar. Kom dan. Ja. Ben je lady? Leed, kom. 1, 2, kom. Kom hier. Leed, kom. 1, 2. Ja. Kom hier. 1, 2. Leed, kom maar. Leed. Ja. Kom. Ja. Kom dan. Nou. Normaal heb je er ook geen een probleem mee. Kom. Ga naar papa toe. En geef er eens even aandacht. Molly, waar ben je? Kom. Kom. Ja. Kom. 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 Ja. Hi, wat is er dan? Kleine. Zo, alle drie. Oh. Zo. Goedemorgen. Ja. Oh. Hoi. Wat is dit hier allemaal? Nou, even allemaal aandacht, hè? Ja. Ja, hij schudt. Hoi. Heb dus Lady eventjes nu afgezet bij Roderick. Ja. Yeah. Waar de twee zussen ook al waren. Maar ik ga dus nu zo meteen 2 uur en 12 minuten rijden. Ja. Yeah. Maar ik moet eerst even ergens aan het Henk halen. Tanken. Dus dan moet ik ook zo eventjes gaan bekijken waar ik dat ga doen. Dus het komt ook helemaal goed. Ja, alles komt goed, jongens. Alles komt goed. Ja, zeker. Alles komt goed. Zo niet, dan toch. Dus dan doe ik even mijn trui ook even uit. Ik heb het te warm weer. Boe! En even mijn auto schoonmaken. Denk ik zo. Ja, dus dat. We'll be right back.
al in de auto. Ik heb Lady weggebracht, zoals jullie weten, bij Ro. Naar Ro toe. En ja, nu ben ik eigenlijk nu bij de A6 Lelystad. Ja, daar ben ik dus nu. Kijk, check, dubbelcheck. Ja, want ja, waarom ik hier helemaal naartoe ga. En ik ga nog verderom, want ik moet nu nog eigenlijk 1 uur en 16 minuten rijden. Dat is 134 kilometer. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Ja, ik ga nu eerst zo eventjes, want dat weten ze, dat ik eventjes een kleine pitstop doe bij de Mickey. Dus daar ga ik ook zo meteen even eerst naartoe. Dus ja, ik heb daar even zin in. Eventjes naar de Mickey. Ja, gewoon zo. Niet omdat dat niet mag, maar gewoon omdat dat kan. Ja, dus dat. Echt wel. Daar ben ik dan. Nog steeds in de auto. En ik zou ongeveer rond, 12 over 10 aankomen. Nu is het al 10 uur 24. Het is nu 9 uur 58. Ja. Ik ga mijn zus ophalen. Ja. En de hond. Ja, Ritchie, ja, zeg ik goed. Ja, heel goed. Top. En met haar ga ik dus. Ja, top, dank je. Ik moet wel eventjes mijn navigatie bekijken. Ja, Trinola, dank je. Ik moet nog steeds rechtdoor. Dus, ja, en dan ga ik met haar namelijk naar mijn broer toe. Ja. En naar mijn zwager. Ja. En ze hebben elkaar al heel lang niet meer gezien. Nee. Dus dat wordt eigenlijk een soort van familiereunie. Ja, dus. Ja. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dus kijk, ik kan Annie dus al een hele tijd. Ik heb haar ook in huis gehad. Ik heb Harriet laatst nog gezien, zeg maar. Dus ja. En dan nu eigenlijk met z'n drieën. Hoe dan? Ja. Weet je, hoe dan? Na zoveel jaren, samen, broer en twee zussen, what the crap? Hoe dan? Nou ja, omdat ik kan rijden. Want als ik mijn rijbewijs nog niet had gehad, had dit ook niet kunnen. Ja, dan had ik dit niet ook niet kunnen realiseren, moet ik het zo zeggen. Ja. Maar ik ben gewoon blij dat ik ze ook weer samen heb gevoegd. En dat we, ja, niet ja, samenvoegen om mij. Maar ja, dat, en dat ik ze ook weer in contact heb gebracht. Juist, dat is het goede woord. Hè. Dus ja, het gaat bij mij ook even alle kanten nu op. Dus, maar oké, maakt niet uit. Kan gebeuren allemaal. Ja, kom maar met die Seat van je. Komt u maar. Kan ik daar naar achter jou. Hartstikke mooi. Goed zo. Ja, en dat is wel die bizar, maar dat maakt niet uit. Hey, dag BMW. Boer mijn zwager. Dus ja, en ik heb ook vandaag weer een goede daad verricht, jongens. Ja. Want ik was dus op de A6 aan het rijden. Zie ik dus namelijk in één keer een vrachtwagen over de vluchtstrook deels. En dan weer terug. En dan bijna over de middenstreep gaan. En dan zijn laadruimte, ja. Hoor mij, ik weet echt niet wat ik uitkraam. Maar oké. En de trailer, zeg maar, want dat was van de cabine. Die hing zodanig naar rechts. Nou ja, en dus ik heb gewoon de politie gebeld van u. Luister, ik zie dat provincie Groningen. Welkom, dankjewel Groningen. Er gaat niets boven. Groningen, sorry. Maar even terug te komen op die vrachtwagen. Heb dus de politie gebeld en het mede en gedeeld voor u. Luister, dat en dat constateer ik. Ik rijd daar en daar op die snelweg en die hectometerpaal. Maar ja, ik kon die kenteken niet heel goed lezen. Of het was een 0 of een O of een D. Geen idee, want het was een streepje doorheen. Maar oké, ik ben er achter gebleven en ook gewoon de afstand goed bewaard, zeg maar. En dat en gedaan te hebben. Iedere keer als er een medeweggebruiker achter mij kwam. Even de gevarenlicht aan.
Nou, en ik ben dus ook weer gebeld door de politie. En ze hebben mij een hele grote compliment gegeven. Want wat bleek nou? Dat had die beroepschauffeur dus ook niet in de gaten wat het dus nou was. Maar hij had wel eens iets van, hij trekt heel erg veel naar rechts. Maar zijn vering is dus in een klo. Ja, in een klo. Ja. Dus hij was ook eigenlijk heel blij met mij. Dus hij zei ook al tegen de politie van, meld het alsjeblieft nog eventjes in tegen die dame die dus achter mij heeft gereden. Kijk eens. Oh, ik zie wat moois, jongens. Oh, ik zie wat moois. Ja. En volgens mij ben ik ook helemaal niet scherp geweest. Net. Nee. Mag ik weer alles opnieuw gaan vertellen? Ja. Ik mag alles opnieuw gaan vertellen. Hey. Wat is dit? Een doolhof eerste klas geworden, zeg. De tuintjes. Dat is toch niet meer mooi hier? Tjup, wat nog aan toe. Het is gewoon één grote drama hier, moet ik zeggen. Wat? Zo'n IKEA. Zo. Ik ook vlak bij mijn vader. Godverdorie. Wat is dit een kutweg geworden hier, hè? Oh, hier. Ah, hier. Aha. Ja, oké. Okay. Ik begrijp. Ja. Ik begrijp. Jezus, Kria. Wat de tandjes hier. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen.